Martin, er is volgens u wat u noemt sprake van verarming in de binnenvaart. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat heeft hoofdzakelijk met Rijkswaterstaat te maken meerdere overheidsdiensten en waterpolitie. En er komen natuurlijk steeds meer mensen die niet uit die binnenvaartwereld komen. Die krijgen de opleiding wel, maar die gaan dus wel varen op de Rijkswaterstaat boten. En ze weten eigenlijk niet hoe het in de praktijk toe gaat op een binnenschip. Nou, dan krijg je af en toe de raarste dingen, onbegrip, tekenen van onbegrip. En dat vind ik ook wel een verarming. Vroeger bijvoorbeeld, wat eigenlijk ook helemaal niet goed gaat, bijvoorbeeld pak naar Sluis Eemde. Ja. Daar staan bijvoorbeeld geen paden die mee omhoog gaan. Maar kijk, als je alleen schudt is dat niet erg. Als je bijvoorbeeld, wij hebben eigenlijk een maatschip waar eigenlijk meestal een kleine schip mee kan. En als je dan voor in de sluis legt, dan vragen we ons aan de sluismeester, ook om even een touwtje aan pakken. Laat even een lijntje zakken met een haakje aan, dan kan het touw mee omhoog. En als dat touw boven vast staat, is er niks aan de hand. Maar ja, nu mogen die sluismeesters niet meer uit het hok komen. Dat mag niet, dat schijnt niet meer te kunnen. Dus wat doet deze schipper? Die gaat over een armoe, met een touw op zijn schouders, klimt hij de trap op en weer naar beneden. En dat is niet zonder risico, maar het één uitglijder en je stort 4-5, afhankelijk van de rivierstand, stort je gewoon naar beneden. En nu hebben we van de reis alleen geschud, het was allemaal ijs voorop. En ik ben gewoon achterop gebleven met een touwtje, alleen geschud, een beetje achter in de sluis gebleven, is er niks aan de hand. Maar zo gauw wij met twee schepen de sluis om moeten, en dat kan maar net, nou dan is dat niet te doen. Wat ik al zeg, vroeger stond de sluis bij. En in België is het trouwens nog zo. Als wij in Weinigem komen, en dan vraag ik netjes van, jongens, kom even een touwtje, met een haakje aan, touwtje vast erboven. En is er geen problemen. Die mensen geven een eurotje voor, je zijn ze ook weer blij. En zonder problemen. Maar we hebben natuurlijk wel beweegbare palen. Het Julianenkanaal, daar heb je natuurlijk ook een groot verval. En daar is dan maar geen punt natuurlijk. Maar ik weet alleen bijvoorbeeld van sluis Eemde, dat is eigenlijk een lastig ding. En sluis Delde ook, hetzelfde sluis. En Hengelo ook nog als je verder moet. Maar dat is eigenlijk, dat ging toch vroeger heel anders. En je had ook contact met de sluismeester. Tegenwoordig zie je helemaal geen sluismeesters meer op de sluis. Ze zitten allemaal verder hok of ze zitten allemaal op afstand bedienbaar. En bijvoorbeeld de sluizen Volkrak, Kreekrak, komen grote schepen. Nou, wat doen die grote schepen? Ze lopen met 4 man aan dek, of 3 man aan dek, en maar draaien met die schroef. Waar we ontzettend als kleine schip veel last van hebben. Dat voorschip zoekt, gaat heen en weer. En dat vinden ze dan makkelijk. Schoongemakzucht, want ze kennen natuurlijk ook een achtertuintje vastzitten. Ik heb daar al zoveel keer geklaagd over. De Volkrak en de Kreekrak. Maar de sluismeester, die vinden het schijnbaar ook wel goed. Dat is gewoon lastig. Dan hebben wij nog een kopschroef, maar er zijn ook nog mensen, zijn er niet veel meer, die dat met een zonder een kopschroef doen. Nou, dat is helemaal niet te doen. Dus het zou eigenlijk prettig zijn als die grote schepen gewoon achterop en schoon afmeren en schroef uit en klaar. Want die hebben schroeven wel 1,80 meter. Als die schroef net in staat, is het al 300-400 pk. Dat is echt vind ik een groot probleem. En elke keer wordt het herhaaldelijk, wordt dat toch weer, maak ik dat mee. En dit is helemaal niet nodig. Dat motto is gewoon voren vast, achter vast, schroef uit. Dat is wat ik kwijt wilde. Bent u het ermee eens, mevrouw? Ja, ben ik mee eens. Ja. Ik word er ook mee geconfronteerd. Zij wordt er ook mee geconfronteerd, natuurlijk. Ja. Want er zitten wel eens schelden in de sturen. Dat is niet goed. En het is ook helemaal niet nodig. Ze hebben allemaal dikke touwen aan boord. Het is gewoon gemakzucht van die grote schepen. En ze hebben vaak geen idee dat die kleinere schepen daar veel last van hebben. Maar tot als ze zelf op een klein schip gevaren, dan gaan ze het zelf wel een keer merken. Ja, zo is het met veel dingen. Ja. Nou, dat is ook zo. En dan praat ik nog niet eens over de schepen die tot 55 meter alleen varen. Nou, die mensen vinden dat sowieso al geen goed systeem om alleen varen. Maar ja, het zei je, dat is dan toegestaan in Nederland tot 55 meter, mits kopschroef en dergelijke. En certificaat dan. Maar ja, dat. En dat zie je steeds meer komen. Hè? Mensen die alleen gaan komen of dan varen. En dat is natuurlijk een beetje, al de schippers of de vrouwen, die zitten niet meer te wachten om mee te gaan varen. Dat, een achterhaald idee waarschijnlijk.
U komt van de wal, mevrouw. Ja. Hoe vindt u het varen? Ik vind het fantastisch, het varen. Ja, je ziet zoveel van de mooie natuur. Dus uw man heeft wel geboft met u? Ja, hoor. Ja, de natuur is schitterend. De opkomende zon, de ondergaande zon. Wolkenpartijen, dat blijft fantastisch. Als ik later nog eens in huis terechtkom, ga ik dat zeker missen. En zeker de plaatsjes waar we nu aandoen. En dan gaan we daar lekker ons ding doen. En dat zijn natuurlijk als je natuurlijk aan de wal zit en je zit thuis. Ja, dan zit je op één plek en je gaat eens een eentje fietsen. Je kent natuurlijk wel eens met de auto, dan ga je naar Deventer, maar dat doe je niet zo gauw. Maar dan wil je daar natuurlijk langer verblijven. En veel dansen. Ah, dansen, ja, dat wordt gedaan. Ja, dat is een gezamenlijk hobby van ons. Ja. En, wat voor dans? Nou, dat is de Foxtrot, de Nederlandse wals, de Weense wals. Van alles, de jive. Eigenlijk, dat tango wordt nog eens een beetje. Dat wordt een wisseling. Ja, maar je hebt te weinig lef. Je moet wat meer durven, zeg maar. Yeah.